Ja, dan de gitaren, de bas erbij. Krijg je al de basisgroove. En toen kwamen de blaas erbij. Mijn naam is Martijn Schimmer. Ik schrijf muziek voor radio- en televisieprogramma's, waaronder De Wereld Draait Door. De Wereld Draait Door heb ik in 2005 gecomponeerd. Maar ik heb ook de muziek gemaakt van RTL Nieuws, Hart van Nederland, Nieuwsuur, The Voice of Holland. En ik produceer eigenlijk voornamelijk muziek voor televisieprogramma's. De tune voor De Wereld Draait Door, dat was best wel een proces, moet ik zeggen. Omdat eigenlijk, kijk, nu is het heel duidelijk wat voor programma het is. Iedereen kent het. Maar op het moment dat we ermee starten, was het talkshow, maar ook niet te zwaar. Het was wel journalistiek, maar niet super zwaar journalistiek. Wie is Matthijs van Nieuwkerk? Nooit van gehoord. Bedoel, ja, het is gewoon een zoektocht naar de juiste tone of voice. En dan is het gewoon, componeren is wat dat betreft een lonely job. In de studio, achter de piano, dingen proberen. Heel veel dingen weggooien. En uiteindelijk met een paar demo's, een stuk of zes, zeven demo's, kwamen eruit na een maand. En die laten horen. En daar kwam al vrij snel eentje uit die iedereen wel erg leuk vond. En die heb ik verder uitgewerkt. Hier zijn drums nog nep, de strijkers zijn nep, de blazers zijn nep, de gitaar was wel echt. Volgens mij rond die tijd had je een liedje van de Red Hot Chili Peppers, Give It Away Now. En daar zat echt zo'n funk in, zo'n gitaarachtig funk dingetje. En dat vond ik wel heel cool. Je mama. Het funkt gewoon en dat is wat je wil. Althans, dat is wat ik heel graag wilde, dat het gewoon echt een beetje de pan uitfunkte. Ja, dat funkt wel, vind ik. Ja, dat is toch lekker. Nou, toen we De Wereld Draait Door, toen ik daarmee begon, had ik nog een hele kleine studio. Toen zaten die jongens eigenlijk in een soort, niet in een bezemkast, maar het was een heel klein hokje waar ze zo naast elkaar zaten. De trompetist en de saxofonist die hebben elkaar niet gezien, want die konden niet dezelfde dag. Dus die saxofonist heb ik de volgende dag laten komen. En ze is eigenlijk allemaal in losse elementen opgenomen. Nou, je hoort dus die... Het zijn een paar gitaarpartijen door elkaar. Maar vooral het lekker dat het funkt en dat het op zich dat soort dingen doet, dat is lekker. Basje erbij. Maar het moest natuurlijk nog wat, het moest wel iets redactioneels krijgen, een beetje iets nieuwswaardigs, toch? Dus dan heb ik daar een paar strijkertjes bij gespeeld, dit partijtje. Wat pauken zitten er ook nog in. Dat hoor je uiteindelijk niet zo in de eindmix terug. En dat samen met die gitaar, die ontkracht eigenlijk weer een beetje het serieuze karakter en het officiële karakter wat die strijkers hebben. En uiteindelijk zijn de blazers natuurlijk weer heel erg, in Nederland heel erg talkshow-achtig. Ik wilde ook heel erg dat die blazers met zo'n slur begonnen. Normaal met blazen doe je eigenlijk alleen een slur naar beneden toe. Dus dan speel je hem op de noot en dan de haal naar beneden. Maar ik vond het heel gaaf om er ook met een soort brass slur naartoe te gaan. Wat wel lastig spelen was. Maar dat werkte toch wel heel goed. Het is ook heel eigen daardoor. En als je die dingen dan allemaal samen voegt, dan krijg je eigenlijk al een beetje wat het nu is. Orgeltje erbij nog. Heftig effect erachter. En we zijn weer binnen.